We zijn weer bij het Jostie Wendt Pret Praatloket op locatie. En ik heb een orkestlid voor me staan, een bekende, Carola. Goeiedag. Hallo Lian. Hoe is het met jou? Nou, ik ben weer op het dakgebouw aan het werk. Kijk, dat is mooi. En ben je ook al een keertje thuis geweest? Of nog niet? Nee, nog. Ja, wel. Oh, wel. En bij papa en mama? Ja. Dat is gezellig. En die zijn ook al een keer bij jou geweest, toch? Ja, die komen zondagmiddag. Oh, gezellig. Doen ze de groeten? Ja. Hey, en wat ben je nu aan het doen, Carola? Want het is nu donderdagavond, een beetje een rare avond. Want normaal hebben we op woensdagavond altijd iets met de Jostie bent. Ja. Maar wat ben je nu aan het doen? Ik kom bij jullie luisteren. Ja, want we gaan met de Jostie Begeleiders Band. Kijk, daar hebben we al Willem van de Jostie Begeleiders Band. Met patatjes op, hier. Oh ja. En dan gaan we spelen bij de haven, hè? En jij komt lekker kijken. Ja, en luisteren. En luisteren, ja. Nou, niet al te veel luisteren, want soms zitten we er wel eens naast. Maar, Ah ja, dat weet ik wel voor jullie, hoor. Dus, Wil je nog de groeten doen? Nou, ik wil papa en mama de groeten doen. Ja. En Mijn moeder moet... Nou, dat zal ik maar niet zeggen. Oh, oké. Okay. Nou, papa en mama krijgen in ieder geval de hartelijke groeten. Ja. En nog aan je vriendje ook? Ja, van Leo de groeten. Top. Nou, doen we ook maar weer de groeten terug dan aan Leo. En nou, ik hoop je snel te zien, hè. Vanaf half augustus gaan we weer repeteren, Carola. Oké, Lian, bedankt. En dan gaan we weer lekker spelen met elkaar. Als het allemaal tenminste zo blijft zoals het nu is, hè. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dag, Carola. En speelt ze straks. Dankjewel. Ik ga luisteren naar jullie. Hartstikke goed. Doeg. Doeg.